In 1980 is de Broerenkerk in het centrum van Bolsward volledig door brand verwoest. Alleen de muren bleven overeind staan. In 2006 kwam er een glazen kap op de muren. Maar in de loop van de jaren ontstonden er steeds meer scheuren in het glas. Gelukkig viel het onder de garantie. In 2009 werd al een aantal ramen op proef vervangen. En die ramen knapten, ondanks warme zomers, niet meer. En deze week werden de 24 resterende gebroken ramen vervangen door nieuwe exemplaren.